Het is 4 november 2010 en we staan hier in Kuik in de catacombe van het theater. Ik sta met Paulien Cornelissen en die heeft net gespeeld. En de zaal is nog enthousiast. Het was heel leuk en wat een leuke zaal en leuk mensen, helemaal vol. Mensen vol van mij en de zaal vol met mensen. Ja. En ik vol van Kuik, waar ik nog nooit geweest was. He, je komt Go terug. Kuik. Ik kom terug. 17 november 2011 ben ik weer in Kuik. Dit zijn de andere deelnemers aan de Kamerestafette van vanavond. En de laatste was Emilio Guzman. Oh. En dit is Jeroen Leenders. Broer van Hans Leenders. Hans Leenders. En Annalien Leenders. Annalien, nou, het is een grote familie. Ja. Heb je het naar zin gehad vanavond? Ja. Het was perfecte techniek ook, geen kraak in mijn lijn. Oh, dat is altijd mooi. Dus dat is altijd leuk. Ja. Altijd leuk. Ja. En, maar het was een volle zaal? Het was een volle zaal. En snapten ze je? Nee. Nou, dat is nee, maar ik vond het leuk. Ja. Emilio? Ja, ik heb ook heel erg naar mijn zin gehad. Ja? Ja. Vooral tijdens de pauze. Zijn volle zaal. En tijdens pauze was het heel gezellig. Super ja. Met Jeroen. Ja. Maar na de pauze heb je nog even gespeeld, toch ook? Ik heb na de pauze gespeeld en dat was heel leuk. Ja. Okay. Ja, ik zou zeggen, hou ze in de gaten. Ze zijn ook avondfilm te zien. Vanavond spelen ze dus kort, maar avondfilm zijn ze ook te zien. Ja. Emilio Guzman, heb je een website? Nee. Maar wel, je kunt zo naar comedytrain.nl. Okay. Daar ben ik te vinden. En Jeroen Leenders, ik heb er wel in. Ik heb het zelf gebouwd trouwens, op afraden van Emilio. En dat is weer maar het gelukt, toch? Ja, heel goed gelukt. Ik zei uitbesteden. En jij hebt hem gebouwd. Ja, dus gewoon www.emilioguzman.nl. Ja, exact. Gewoon mij zijn Jeroen Leenders.be. Tuurlijk, be. Helemaal zo. Opletten, België. Goed. Nou, dat was wel. Dat was het. Bedankt.